Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Ik zie dat ik alles even ietsjes naar beneden moet trekken. Ik ga even alles weer vastzetten, klaarzetten. Wachten totdat jullie mij gevonden hebben. En dan heb ik vanmiddag een volle bak, want ik heb heel veel om te laten zien. Ik hoop dat we er helemaal doorheen gaan komen en anders ga ik misschien in de loop van de week nog wel weer wat laten zien. We gaan in ieder geval lekker rustig aan doen vanmiddag. Het is warm. Tenminste hier in kantoor wel. Dus we gaan het gewoon zien wat we allemaal kunnen doen. Vanavond is in ieder geval Suzanne van Poppel ook nog weer live. Die gaat met jullie een leuk kaartje maken of creatie. Ik weet niet precies wat ze gaat maken. Met de Soulflower collectie van Crafto Clock. Dus dat belooft ook wel weer hartstikke leuk te worden. En ik ga nu dus even nieuwe artikelen laten zien. En morgenochtend ben ik er om 10:30 en dan gaan we een kerstkaartje maken. Dus morgenmiddag is er geen showtime. En woensdagavond ben ik er ook weer. En wat ik dan ga doen, weet ik nog niet. Misschien dat ik straks wel geïnspireerd raak van de nieuwe artikelen. Want er zijn zoveel nieuwe dingen dat ik gewoon eigenlijk keuzes moet maken van waar ga ik wat mee live doen. Maar goed, wie weet kan ik straks een keuze maken. Als eerste, Lavinia heeft een nieuwe collectie uitgebracht en die wil ik uiteraard even laten zien. Er zijn hele mooie floral stamps. Ook deze, die zijn ook ontzettend leuk voor gewoon een beetje niet al te moeilijke kaarten. Die kun je ook gewoon inkleuren. Dus het hoeft niet alleen voor Lavinia kaarten, maar het kan overal mee. Deze bloesem tak vind ik ook ontzettend leuk. Deze, dat zijn de iets kleinere floral sprays. Ook weer ontzettend gaaf. Dan zijn de leuke kleine bloemetjes die weer overal ter decoratie bij gestempeld kunnen worden. Dan hebben we de fairies. En die zijn er dus in verschillende maatjes. Dit is de Twila. En dit is de Lumus. En dan heb je een grote en een kleine. Dit is de Lumus Large. Die is dus de andere kant op. En even kijken. Ik dacht dat we dan die andere ook nog klein hadden, maar dus blijkbaar niet. Deze is er in ieder geval groot en klein. En dat zie je wel. Die is dus in spiegelbeeld, zeg maar. Eén links, één rechts. Deze dacht ik dat er dus ook was, maar dat weet ik niet zeker. Deze vond ik helemaal geweldig. De hommels, die heb ik dus zelf ook gewoon meegenomen, want die kon ik echt niet weerstaan. We hebben een tekst erbij, just be, bumble on en be yourself. En deze, die kon ik ook niet weerstaan, die hummingbirds, die zijn toch ook gaaf. Dus dat zijn de nieuwe Lavinia stempels. Ik heb er dus een aantal van stiekem ook al gereserveerd. Maar wanneer ik er wat mee doe, dat gaan we nog zien. Dan heeft meneer Tim ook nog wat nieuwe stempels uitgebracht. Die zijn ook ontzettend gaaf. Eén soort is momenteel alweer uitverkocht. Die kan ik even niet laten zien. Maar we hebben dus deze. Dat zijn prachtige bloemenstempels. Ook leuk om in te kleuren of gewoon op de achtergrond te verwerken. Ik zie dat het een klein beetje spiegelt. We hebben deze mooie stempel, dat is de Destructed. Ook weer mooi dat alfabet erbij. En je ziet wel, het zijn echt van die grotere rubberstempels. We hebben deze, dat is de Floristy. Dat is een hele grote rubberstempel. Die is ook ontzettend gaaf en daar zit ook een acrylblok bij. En de teksten zijn allemaal los. Dus je hebt in dit setje gelijk een acrylblok waar dus die bloemenstempel op past. En deze vond ik zelf ook ontzettend gaaf. Tim Holtz heeft gewoon altijd hele mooie gedetailleerde bloemen. Ook die besjes, ik vind ze prachtig. Dus dat zijn de nieuwe stempels van Tim Holtz. En nogmaals, daar is er dus nog één extra van.
Maar die kan ik jullie helaas even niet laten zien. Nou, ik moet een aantal dingen iets sneller laten zien. Omdat ik er anders gewoon niet helemaal doorheen kom. Even kijken. We hebben... Oh, dit is... Die heb ik twee keer. Dat is niet de bedoeling. We hebben ook van de Wauw nog weer wat nieuwe artikelen binnen. Die heb ik ook dubbel. Nou, dat maakt niet uit. Dan mis ik dus één soort. En dat is de kerst. Oh, wacht. Die heb ik in mijn andere tasje zitten. Die kan ik wel even pakken. Want die is gewoon ontzettend leuk. Tenminste, ik dacht dat ik die erin gedaan had. Die had ik namelijk ook afgelopen zaterdag in de live al gebruikt. Dat is de Million Dollar. En dat is zo'n tof setje. Daarin zit een hele mooie goudkleurige. En daarin zitten van die zilveren spikkels. Nou, resultaat zal ik jullie binnenkort even laten zien. Maar het is echt ontzettend leuk. Ik heb de creatie nog niet klaar. Dan hebben we er nog een glitterduo. En dat is met goud en rood. Dit is de Ice Crystal set. En jullie zien wel die zilveren spikkeltjes en die mica deeltjes zitten hier ook allemaal in. En dit is dus een setje embossing glitter trio in de white ice, de blue ice en de pink ice. Nou, dat is dus ontzettend leuk om daarmee je dingen eigenlijk op kleur te brengen. In de pancake maker werkt dat ideaal, want dan blaas je het niet weg. En we hebben een soortje en dat is de embossing powder quad. En de quad, dat betekent gewoon dat een setje is van vier kleurtjes. En dit is een puff. En de puff betekent dat hij dus wat meer omhoog komt in wat mooie primaire kleuren. Dus geel, rood, groen en blauw. Dan hebben we ook nog... Oh, ik heb alles er dubbel in zitten. Geen idee waarom. Hele leuk. Ja, dit zijn de Mixed Media Addictives. En daar staat bij, dat kan je dus ook doen weer met bijvoorbeeld embossing poeder of met de bonding powder of iets dergelijks. Ja, het zijn vlokjes. Die kan je weer overal mee mengen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het besteld en ik moet even kijken nog. Het filmpje wat je er precies mee kunt. Maar je kunt het in ieder geval mengen met je bonding powder en dat soort dingen. Nou, het zijn twee verschillende kleurtjes. Dit is ook weer tof om dat gewoon door de andere embossing poeders heen te mengen. En dat ook weer op je, in je pancake maker. Dus dat is nog een optie. En welke we ook hebben, dat is de pastiche. Ik dacht eerst pistache. Maar toen ik het op internet zette... dacht ik van, pastiche. Dat is dus blijkbaar wat anders. En dat is ook een hele toffe. Die is stiekem ook al bij mij thuis beland. Ik heb alleen nog geen voorbeeldje ermee. Maar ook dat lijkt me onwijs tof voor de kerst. Gewoon, een beetje wit met smeltdingetjes tussendoor. Hoe dat precies uitpakt, moet ik dus ook nog allemaal uittesten. Dat komt hopelijk snel. Dus dat is van de Wauw van de embossing poeders. En van de Wauw hebben we ook voor de liefhebbers wat nieuwe kleurtjes van dat Fabfoil. Fabfoil kan je dus gebruiken onder andere in combinatie met de bonding powder. Kan je stempelen met de bonding powder. En dan doe je deze eroverheen en dan krijg je dus van dat leuk een metallic laagje erop. Er zijn drie nieuwe kleurtjes. De Peruvian Gold, de Metal Marmalade en de Deepest Darkest Crimson. Dus dat is nieuw van de Wauw. Dan hebben we dat al Wauw snel gedaan. Dan ga ik even snel... door de boeken heen. We hadden weer een grote voorraad binnen. En jullie hebben wel gezien. We hadden ook echt flinke stapels in de winkel liggen. En ik moet heel eerlijk zeggen. Ik snap het zelf ook niet. Maar er zijn er alweer een paar uitverkocht.
Dus we gaan weer bijbestellen. We hopen ze dan over ongeveer 10 dagen weer binnen te krijgen. Dit is de butterflies. Nou, we krijgen heel veel vraag van wat kun je nou onder andere verwachten in die boeken. Daar zitten dus in de butterflies prachtige vlinders. Ik ga nu de boeken dus gewoon even een keer met jullie doorbladeren. Ik doe het wel redelijk snel. Dit is dus iets dikker dan gewoon kopieerpapier. Het is heel makkelijk te knippen. Je kan het met collage medium opplakken. Je kan het met de Aline's glue sticks opplakken. We hebben er al meerdere lives mee gedaan. Dus kijk die ook even terug. Maar we kregen gewoon veel vraag naar de inhoud van de boeken. Dus ik laat ze nu even zien. Dit is de Fungo's deel 1. Achterin een bonuspagina. Nou, daar zitten hele mooie plaatjes bij. Daar zitten paddenstoelen bij, ook voor de herfst. Dit is ook echt een prachtig boek. Heel misschien dat ik woensdagavond wel een mixed media uitzending ga doen. En dat ik dan een keer lekker met de Maremi's boeken aan de slag ga. Ik krijg er eigenlijk wel zin in. Dus deze is voor de herfst ontzettend leuk. Nou, jullie zien wel, er zitten heel veel platen in. De boeken die zijn €19,95. Maar als je het omrekent, ben je ongeveer 60 cent per plaatje kwijt. Dus als je knipvelletjes koopt, ben je het ook kwijt. Alleen je hebt nu dan natuurlijk in één keer een heel boek. De boeken zijn op A4 formaat. Nou, prachtige elfjes, ook in allerlei verschillende maten. Ook leuk om op ATC'tjes te verwerken. Je kan ze bovenop de paddenstoelen zetten. Je kan ze achter bloemen zetten, voor huizen zetten. Het is gewoon te leuk. Ik heb al heel veel plaatjes geknipt. Maar nu nog de afwerking, hè. We hebben de Fairies in Bloom en Backgrounds. Nou, deze heeft ook een extra bonusvel. De achterkant ook mooi bewerkt papier. Maar ik vind het altijd zonde om dat te gebruiken. Want die platen zijn gewoon geweldig. Nou, daar kan je ook kleinere kaarten van maken. Je kan er grote kaarten van maken. Je kan er gewoon collages van maken. Je kan er boekenleggers van maken. Ja, van alles kan. Jeanette heeft er ook al meerdere lives mee gedaan. Dus kijk gewoon een beetje voor inspiratie. Dit is in ieder geval de Fairies in Bloom. Ik hoop dat jullie keuzes kunnen maken. Want ik heb ze allemaal, maar ik kon gewoon niet kiezen. Maar goed, het is natuurlijk wel wat duurder. Nou, er zitten ook hele leuke huisjes in. Daar kan je natuurlijk ook gewoon verhuiskaarten van maken. Hè? Zo'n leuke fairy ervoor. En je hebt toch een tekstje erbij op. En je hebt een prachtige verhuiskaart klaar. Je kan er ook bijvoorbeeld een leuk modelkaartje van maken door een basismal van Dutch Doobadoo erbij te gebruiken. Mogelijkheden genoeg. Nou, deze ook, ze zijn gewoon echt geweldig. Elke keer als ze doorheen blaad, dan ben ik weer aan het kwijlen. Dan denk ik van, help, wat is het mooiste? Nou, dan hebben we de Flowers 1. Allemaal prachtige bloemen om uit te knippen. Ik heb ook al meerdere bloemen uitgeknipt. Maar die liggen dus ook nog allemaal in mijn bak te wachten voor verwerking. Maar dan hebben jullie dus een idee hoeveel bloemen erin zitten. Er zitten gewoon echt heel veel platen in elk boek. Dan hebben we de Botanica 1. De Botanica 1, dat is het enigste boek dat €23,95 is. Of... ja, €23,95. Maar deze is net iets dikker dan andere boeken. Dus de andere zijn allemaal €19,95. Alleen deze is €23,95. En die heeft ook ontzettend gave collagevellen. Die is ook gewoon zo mooi. En daar kan je ook leuke gedeeltes van maken. Strookjes eroverheen met tekst, een vlindertje erbij op. En hatseflats, je bent al klaar. Dit zijn ook van die pagina's. Ja, ik wil ze ook altijd dan te druk weer maken. Maar je kan er ook gewoon hele eenvoudige dingen mee maken. Want het papier is gewoon zo ontzettend mooi. Maar deze
heb ik eerlijk gezegd thuis nog niet in durven knippen, want dat durfde ik nog niet. Die vond ik zo ontzettend mooi. We hebben de Forest Animalia 1 met mooie bosdieren. Ook daarin weer zo'n extra velletje. Nou, ook voor de herfst is deze ontzettend mooi. En je kan hier ook gewoon een basiskaartje van maken. Een leuk model van Dutch Doobadoo erbij gebruiken. En je hebt een prachtige kaart klaar. Je kan het combineren met designpapier voor andere merken. Prachtige uilen. Nou, hoe gaaf is dat om hier een bijvoorbeeld zo'n vierkant houten onderzetter onder te maken. En dat je gewoon je eigen onderzetters maakt. Is toch ook gewoon gaaf. Er zit een eenden bij. Die kan je ook allemaal losknippen. Dus je kan ook de bloem of de vogels bijvoorbeeld uitknippen. En dat je zegt van ik wil alleen die vogel weer op een huisje plakken. Ook dat kan. Dus je hoeft niet de achtergrond erbij te gebruiken per se. En dit is de Forest Animalia 2. En ook daarin weer een extra vel. En ja, kijk, ik vind zulke soort dingen ook leuk om gewoon allemaal los te knippen. Die slakjes vind ik weer leuk om gewoon zelf weer ergens op te gaan plakken. Dus ik zou daarin ook gewoon lekker gaan knippen en gedeeltes van die achtergronden gaan gebruiken. Daarin zitten ook echt prachtige bosdieren. Ook voor de herfst en die vogels. Ja, broodplank is inderdaad ook leuk, Linda. Er zijn zoveel mogelijkheden mee. Dus dit zijn de boeken van Maremi Small Art. Dan hebben jullie die in ieder geval ook een keer in de live gezien. Er komt ook rice paper, maar dat is helaas niet voor de hobbywinkels. Dat kunnen wij niet inkopen. Dat is alleen via haar zelf te bestellen. Dus dat is alleen via Amazon. Studio Light heeft ook weer wat nieuws uitgebracht. Nou, jullie weten van Studio Light. Er zijn 3 of 4 collecties. De Romantic Christmas. De Festive Forest. De Sweet Christmas. En de Dreamy Christmas. Daarbij zijn al design paper pads, daar zijn die-cut blokjes, zijn alleen niet allemaal meer leverbaar. Maar Studio Light heeft nu nieuwe designer die-cut paper pads. En in deze paper pads zit dus, dit is op A4 formaat, zit het achtergrondpapier weer. Ik zal hem even andersom doen. Daarin zitten achterin velletjes met die-cut plaatjes, dus dat is uitdrukken. Die kan je dus weer combineren met alle voorgaande series van deze Christmas collectie. Daarin zitten mooie basiskaarten. Deze kun je weer combineren met de stansmal van die mooie doom. Er zitten achtergrondkaartjes bij en het prachtige designpapier. Dus dit is op A4 formaat. Enkelzijdig geprint, dus dat kan je combineren met de andere producten uit deze collectie. Zo hebben we ook van de Festive Forest ook weer mooie labelvelletjes met onder andere de teksten. Er zitten die-cut plaatjes bij, ook weer mooie lantaarns. Er zitten bomen bij, sleetjes, onze diertjes. Er zitten kaartjes bij. Er zit achtergrondpapier bij. Dus heb jij misgegrepen met die andere paper pads? Nou ja, je kan deze dus ook heel mooi erbij combineren. Deze is wat moderner. Dat is de Sweet Christmas. Ook weer leuke labelplaatjes. Zitten postzegeltjes bij. Dit is gewoon voor de wat hippere kaarten. Ook daarbij weer mooie basiskaarten. Mooie raampjes die je kan decoreren. En daar zit dus het designpapier weer bij. Mooie streepjes. Nou, mooie frisse kleurtjes. Ja, ik kan daar heel eerlijk in zijn. Dat is gewoon niet mijn eerste voorkeur qua stijl. Maar dat ligt gewoon aan mijn stijl. Zoals dit, ja, daar word ik dan weer ietsjes blijer van. Maar er zijn genoeg mensen die echt van die hippe kerstkaarten houden.
Ik vind deze ook gewoon weer prachtig, ook qua kleur. Dat is de Dreamy Christmas. Nou, prachtige tafereeltjes weer, ook basiskaartjes. Achtergrondpapier erbij, mooie blauw tinten. Ja, en weet je, als je dit weer extra toevoegt aan bijvoorbeeld die voorgaande collecties wat hiervan waren, dan kan je gewoon nog meer spelen en nog meer uit één collectie halen. Ik vind het altijd leuk om een beetje mix en match te doen. Ja, van Studio Light hebben we nu ook gelpennen. Gelpennen van 0,8 mm in de kleur wit, goud en zilver. Ik heb ze thuis al wel open. Ze schrijven gewoon ontzettend goed. Ook gewoon op zwart papier en gekleurd papier dekken ze goed. Jullie zullen ze thuis in de live wel een keer weer voorbij zien komen. Dan hebben we van Studio Light ook weer twee nieuwe plywood setjes. En dat is voor die leuke decoraties, ook straks voor de kerst. Of je kan hier natuurlijk ook de Maremi Small Art in gaan verwerken. Is ook ontzettend leuk. Je kan hier weer lampjes achter doen. Speel er lekker mee. Dus een vierkante en een ovaal. Dan hebben we nu bij Studio Light ook wit vellum. Dus dit is gewoon het standaard witte vellum. En dit is 150 grams, 10 velletjes. En dat is op A4 formaat. Nou, vellum blijft ook altijd leuk om mee te werken. We hebben nu van Studio Light glitterpapier. En dat is het witte glitterpapier, dus ook voor ijskristalletjes en dergelijke uitstansen. Nou, dit glitters, die zitten er gewoon netjes vaster op. Dus als je iets uitstanst, heb je niet dat alle glitters overal liggen. Maar het zit er gewoon netjes erin. Dat is 10 velletjes, 200 grams en zo'n pakketje kost €3,95. Ja, ik ga met sommige dingen even een beetje snel er doorheen, want anders kom ik echt niet door mijn hele lijst heen. We hebben nu van Studio Light ook twee paperpads op A5 formaat. De ene is met folie en dit is met glitters. Nou, het is prachtig. Kijk eens wat een mooie kleur ook. Er zit zilver in. Een beetje metallic, zeg maar. Metallic gold. En een glanzende gold. Dus vier verschillende kleurtjes. Zes van elk kleurtje. En we hebben ook de glitters. En bij deze glitters geldt dus ook de glitters zitten er vast op. Dus je hebt niet dat als je stans dat alles onder de glitters zit. Ook daarvan goud. Een mooie rosé gold. Een zilver. En een witte. Dus dat zijn de nieuwe glitterpapiertjes. Nou, het metallic is echt ontzettend mooi. Het stanst ook heel makkelijk. Dat heb ik voor jullie getest. En gaan jullie binnenkort wat mee zien. Dit ga ik hier even bij ingooien. Nou, Studio Light had nog meer uitgebracht. Het is ook ontzettend leuk om deze embossing folders ook weer met dat foliekaartstok te doen. Dus met bijvoorbeeld zo'n goud of zilver kleurtje. En dan lekker bling bling. Dus dat kan ook nog. Je kunt ook het vellum daarvoor gebruiken. Het zijn twee embossing folders, geen 3D. Dus ze kunnen gewoon gewoon netjes door elke machine. Ja, ik heb de turbo erop. Ik denk, het is warm weer. Moeten we niet te lang blijven plakken. En ik heb heel veel om te laten zien. En anders kom ik er niet doorheen. Studio Light heeft ook hele mooie malletjes weer voor de kerst. Nou, die tickets die zijn toch ook ontzettend gaaf. Met een leuk sterretje in het midden. Deze heeft een kerstboompje. We hebben deze leuke hanger. Dus dit zijn
ja, dat kan je gewoon als kerstboom hangen doen. Je kan er een shaker gedeelte van maken. Als labeltje opplakken, tekstje erop stempelen. Mogelijkheden genoeg. Nou, deze teksten zijn ook ontzettend leuk om daarvoor ook weer of dat glitter of dat metallic cardstock te gebruiken. We hebben ho ho ho, we hebben wish en we hebben kerst. Nou, teksten, je kan dus alleen de basislaag gebruiken of een matten op een ander laagje. €5,95, dus op zich ook nog wel leuk geprijsd. Dan hebben we, even kijken, ik zal het even zo doen. Twee mooie ornamenten. Nou, deze is ook ontzettend gaaf. Kijk eens, met hulstakjes en dergelijke. Ook leuk om een shakercard van te maken weer. Je kan hem ook gewoon de kerstboom hangen. We hebben deze met het mooie tafereeltje. Ook die is prachtig. Dus de winterhanger en de kersthanger. En ja, deze vind ik ook gewoon geweldig. We hebben hele mooie boompjes. We hebben een bankje. En we hebben de lantaarns. Nou, die lantaarns, die vond ik echt ontzettend leuk. Dus dat is dat. En voor de stempelliefhebbers hebben we ook weer nieuwe setjes. Leuke teksten. We hebben de lantaarns, sleetje en de uil. Een setje met hele mooie kersttakjes. En een setje met boompjes en sterretjes. Dus dat is het nieuwe van Studio Light. Als we toch met de kerst bezig zijn. We hebben nu van Card Deco deze kleur Basil. Dat is een hele mooie kleur voor de kerst. Die was weer opnieuw binnen bij de groothandel. Dus het grote formaat van 30,5 bij 30,5 is hiervan ook weer op voorraad. Maar toen had ik zoiets van, weet je, er zijn ook heel veel mensen die graag toch vierkante kaarten maken. En we hebben nu dus ook deze drie kleurtjes van de kerst. Hebben wij nu ook op het formaat van 13,5 bij 27. Dus voor de kerst hebben we nu ook van die mooie vierkante basiskleuren. Dat scheelt weer. Volgende. Holly en Ivy. Deze collectie, we hebben hem niet heel groot ingekocht. Tenminste, dat wil zeggen, niet groot in de zin van alle stansmalletjes en accessoires erbij. Maar het papier kon ik gewoon echt niet weerstaan. Want weet je, er zijn zoveel mensen die gewoon echt houden van die basis, ja, tinten van de kerst. Gewoon echt een beetje dat nostalgische kerst. Dat vind ik altijd ontzettend mooi. En ja, deze, kijk eens, die kleuren zijn gewoon prachtig. We hebben alleen het paperpad van 15 bij 15 centimeter. Nou, die vogels, kransjes, muzieknootjes. Ja, dit is gewoon basic, gewoon ontzettend mooi. Dit is van Crafters Companion. En dit is dus op het formaat van 15 bij 15 centimeter. Nou, wat ik van deze collectie ook niet kon weerstaan, dat is het vellum. En dat vellum, dat is alleen op het formaat van 20,5 bij 20,5 verkrijgbaar. Dat is dus bedrukt vellum. Er zitten 8 designs in en 3 van ieder motiefje. Nou, vellum met mooie poinsettia's, hulsblaadjes bedoel ik. Vellum met onze kardinaalvogel. We hebben dit mooie vellum. We hebben dit mooie vellum. We hebben deze. Kijk, dit is toch ook gaaf. Deze zit er nog bij. We hebben deze met het mooie roodbosje er ook weer bij. We hebben deze mooie groene.
met de takkies. En dat was hem. Nou, jullie kunnen wel voorstellen dat ik die natuurlijk niet kon weerstaan. Hè? Dat is gewoon echt zo mooi, dat film. Ik zal het er even netjes weer in doen. Het is ook gewoon leuk om daar van dat film ook bloemetjes te stansen. Daar kan je het ook prima voor gebruiken. En dit basispapier kon ik ook niet laten liggen. Het is eigenlijk weer van een andere collectie. Die Jingle All The Way collectie hebben we niet besteld. Omdat ik ook gewoon keuzes moest maken. Maar dit papier kon ik niet weerstaan. Want kijk eens wat een prachtige kerstkleuren dit zijn. En die kerstkleuren die passen dus weer bij ja, eigenlijk alle verschillende kerstcollecties. Het is een hele mooie linnenstructuur. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. En dan echt in die mooie kerstkleurtjes. Dus dat ja, hebben we nu ook verkrijgbaar. 250 grams, 24 vel, 6 kleuren en 4 van iedere kleur. Dan heb ik dat laten zien. Dan ga ik er wat anders bij pakken. Dat is namelijk de nieuwe Marianne collectie. Even een slokje drinken. Dan moet ik vanmiddag maar even tussendoor doen. Dat moet ik niet vergeten. De nieuwste Marianne design collectie is ook binnen. Nou, deze moet ik maar wat mee maken. Want die zijn helaas een klein beetje gebogen. Dat ging een klein beetje fout. Leuke plaatjes van de snoesjes. Ja, kun je leuk als basis gebruiken voor je kaart. Ook leuk om een shaker gedeelte ervan te maken. We hebben de mooie winterforest. Ook leuke basisplaatjes. Die passen weer bij allerlei ja, stansmallen wel. En wat we ook hebben zijn mooie plaatjes voor de herfst. Dus dat zijn gewoon 4 nieuwe knipvellen. Dan hebben we hele leuke stickertjes. En dat zijn stickertjes die je weer ja, overal bij kan plakken. Passen ook op die leuke cirkelmallen van Marianne Design. Ook leuk om op een kerstcadeautje of iets dergelijks te plakken. Dus daar kan je verschillende ideetjes mee uitwerken. Het papier zal ik dan nu ook maar eerst even laten zien. Dat ligt nu toch voor mijn neus. Ik vond het zelf ontzettend mooi papier. En dit is de Christmas at Home. En er zijn 3 verschillende paperpads. We hebben een paperpad met dubbelzijdig papier. 8 patronen, 16 velletjes. En de achterkant is dus uni. En de voorkant een mooi design. Dus een mooi bomenstructuurtje. Je kan deze voor de kerst en ook voor herfst zou je dit nog wel kunnen gebruiken. Ook voor mannenkaarten. Ook nog wel weer zeer geschikt. Dat is hele mooie, ja, beetje traditionele kerstkleuren weer. Dan hebben we daarbij een paperpad met het basiskaartstok. En dat is op het formaat van 15 bij 30. Dus mooi voor de vierkante kaarten. Kan je dubbel vouwen. Dit is dus dubbelzijdig. En dit is 250 gram, zodat ook gewoon stevig genoeg is voor een basiskaart. Je kan er ook mee stansen natuurlijk. Dat is maar net wat jij zelf wilt. 16 kleuren, 16 velletjes. En wat ik ook ontzettend gaaf vond, is deze. Dat is metallic cardstock van Marianne Design. 4 kleuren, 16 velletjes. 275 grams. En dit is metallic in hele mooie kleuren. Kijk, een hele mooie groen. Er zit goud bij. Er zit een iets ja, lichtere groen nog weer bij. En een, ja, een beetje blauwgroen. En dit is, ja, hoe zal ik het zeggen? Ik liet net het metaalfolie van Studio Light zien. Dit is echt
bling bling met een beetje spiegeleffect. En dit is dus wat matter. Dus dan kunnen jullie het verschil zien tussen beide soorten metallic. Dus dit is echt een beetje ja, metallic. Wat niet mega opvalt. Nou, bij Marianne ook een nieuwe catalogus met daarin. Ik blader even snel doorheen. Wat leuke voorbeelden. Ook met de nieuwe producten. De snoesjes. De herfst. De flamingo's van vorige maand. En hier is bijvoorbeeld ook dat leuke metallic wel weer opgebruikt. De kerstbal. Die laat ik ook zo meteen zien. Dus dan hebben jullie een klein beetje ideetjes ermee. We hebben nu plaksteentjes in een mooie platinum kleur. Dus ja, een beetje champagne kleurtje, zeg maar. We hebben craftable cirkels. Dus cirkels in allerlei stansjes, allerlei maatjes. Die kan je dus weer prima gebruiken. Ook in combinatie met deze stickertjes. Dan zou je een matlaagje erachter kunnen doen. We hebben twee setjes met teksten. Ga je mee op mijn slee? Een vrolijk eind en een goed begin. Sneeuwpret. Hoe fijn kan kerstmis zijn? Dus allemaal kerstteksten. En we hebben eentje voor de herfst. Het is herfst. Laten we met blaadjes gooien. Het is weer tijd voor gezelligheid. Met een dekentje en een boek op de bank. Dus dat zijn Nederlandse teksten voor de herfst. We hebben een productassortiesetje. Van een stempeltje van de Gnome & Skull. Met een craftable malletje erbij. Het zijn twee stempeltjes. En één stansje voor maar €7,95. We hebben een setje. Dat zijn de craft. En dat zijn de nummers. Ik denk dat dat... Ja, dat zijn alle nummers. En... Dat is een setje van 12 centimeter hoog. En die zijn €10,95. Dus dan heb je nummer 0 tot met 9. We hebben een Marianne 63 voordeelset. En in dit voordeelset zit dus een prachtige hulstkrans. Daarin zit het paperpad. Op, even kijken, dat is denk ik het... Ja, metallic paperpad. En daarbij zit deze prachtige doily. En dat actiesetje is €11,95. Nou, daar kun je wel nagaan voor drie verschillende dingen. Dat is absoluut niet duur. We hebben een prachtige Christmas bel. Ook leuk om een shakerkaart van te maken. Hier passen de knipvelletjes ook weer ontzettend goed achter. We hebben een hele mooie slee. We hebben twee mooie boompjes. We hebben de tekst Fijne Kerst. Ook altijd leuk. Deze dan ietsjes gebogen. We hebben een mooi herfstblad. Ook leuk om deze weer op kleur te brengen met inkten. En jullie zien wel, daar zitten ook hele mooie nerfjes in. Dus die kan je ook nog weer lekker accentueren. Er zitten eikeltjes bij, er zitten kastanjes bij. We hebben onze eekhoorn. We hebben een prachtige achtergrond met allemaal herfstblaadjes. Kijk, dat is ook ontzettend leuk. En als laatste hebben we nog onze leuke giraf. Ook leuk voor babykaartjes. Weet je, die giraf die kan je overal weer op gebruiken. Allerlei verschillende posities kun je hem geven, dus... Daar kun je lekker mee spelen. Dan heb ik het idee dat ik van Dutch Doobadoo iets mis. Want ik geloof dat er ook papier van was. Maar dat heb ik hier dus niet gekregen. Ik heb in ieder geval de die-cut elementjes van de kleine zeemeermin. Daarin zitten 35 leuke elementjes. Ik heb Leonard de Krab. Dat is een leuke stempel. Ik heb de zeemeermin Lila.
Die kun je leuk inkleuren. En ik heb de Zeemeermin Ariel. Nou, formaat is 9x6,3. Dus ook leuk voor lekkere zomerse kaartjes. We hebben wat nieuwe kaartmodelletjes. Een leuk wolkje. We hebben de duikboot. Die is ook leuk. We hebben een hekje. Nou, hekje is ook voor de kerst natuurlijk ontzettend leuk. Kun je leuk weer sneeuw overheen gaan doen. We hebben deze nog. Een leuk shape art modelletje. Kan je ook weer een dubbele kaart van maken. Of je kan hem hier in het midden rillen. En ja, ik zie daar altijd nog weer allerlei leuke dingen in. De planner collectie is uitgebreid met 3 maanden. Dus juni, juli en augustus. Dan hebben we een leuk klein cadeaudoosje. Dat is de Elvira. Dat is een soort schatkist, zeg maar. Nou, leuk klein modelletje. Hij is, even kijken, zeg maar 8,5 centimeter breed. En de hoogte is ongeveer 6 centimeter, dus 6,5 hoog bij 8 centimeter breed. En dan deze flap, die kun je daar weer in doen. Ria Lansing, die had in onze Facebookgroep ook al een heel leuk voorbeeld hiermee gemaakt. En zij had daar een geboortedoosje van gemaakt. Dus dat is ontzettend leuk. Ja, jammer dat die schatkist niet gevuld is, hè. Deze vond ik ook wel ontzettend leuk. Dat is een schelp. En dat is een vouwkaart. En die schelp die zit dus al vast aan de kaart. Kan je ook wel weer een leuke shakerkaart van maken. En we hebben natuurlijk ook nog onze vouwkaart. Die ik afgelopen zaterdag... die heb ik hier nog. Dat is deze. De Wendy. Nou, daar ben ik nog mee bezig. Ik heb de kaart nog even ver als afgelopen zaterdag. Dus die gaan jullie binnenkort voorbij zien komen. Maar dat ging nu nog even niet lukken. Even kijken. Ja, ik kan hem wel laten zien dat hij, hoe ik hem gemaakt heb. Maar daar schieten jullie ook niks mee op. Doen we volgende ronde wel. Want ik heb nog heel veel om te laten zien. Even kijken. Dan moet ik even zien dat ik het goede eruit pak. Ja, de drieluik. Ik heb daar nog een leuk idee mee. Dus er komt nog meer. Mintépepers hebben we ook binnen. En ook dat is weer ontzettend leuk. Er zijn 2 nieuwe boekjes binnengekomen met allemaal knipplaatjes. Nou, deze voor de Halloween. Ja, ik heb heel weinig met Halloween. Maar ik vind de kleuren wel ontzettend leuk. Maar ja goed, er zijn altijd liefhebbers voor Halloween. En je hebt dus aan de ene kant mooi designpapier. Aan de andere kant de knipplaten. En weet je, je gebruikt toch niet al die knipplaten. Dus je kan hiermee mooi kaartjes maken en de knipplaatjes erbij gebruiken. Dus het Halloween boek. En we hebben een boek met allemaal deuren en ramen. Nou, deuren en ramen die zijn altijd leuk. Dit is toch ook gaaf. Kun je ook die plaatjes van Maremi weer ontzettend mooi voorzetten. Nou, mooie steentjes. En dat zit er dus ook allemaal, ik dacht, 4 keer erin. Dus dat zijn deze. Dat zijn de 2 nieuwe boeken van Minté. Nou, dan hebben we van Minté ook 4 nieuwe collecties. We hebben de In My Craft Room. We hebben van de collecties het grote paperpad van 30,5. Laat ik niet onder de camera zien. Maar we hebben daarin zit 2x12 vel designpapier. Plus dit knip... platen setje, zeg maar, die zit ook in onze grote paperpads, maar die kun je ook los bij bestellen. Nou, leuke elementen zoals breipennen, lijmpistool, allerlei craft elementjes.
We hebben bij elke collectie ook 2 setjes met stickers. Dus dit zijn stickervelletjes. Kun je ook weer in journals op je kaarten gebruiken. Daarin zitten leuke teksten ook. We hebben van elke collectie een paperpad op het formaat van 15-2 bij 15-2. Kijk eens, die kleuren, het is toch prachtig. En dit is dan in my craft room, maar je kunt natuurlijk van allerlei stijlen ermee maken. Nou, jullie weten, Minté heeft ook altijd wat drukkere papiertjes erbij zitten. Je kan het natuurlijk rustiger maken met deze. Maar Minté heeft sinds kort ook de add-on paperpads. Die zijn op 6x8 inch. Daarin zitten ook knipplaten. Maar vaak ook de wat rustigere designs. Waarmee je dus net weer wat meer mogelijkheden hebt. Zoals dit ook. Dit is toch ook gewoon geweldig. Dit ook, ja. Ik kan daar blij van worden. Dit. Ik vind hem schitterend. Nou, dat zijn dus hele leuke kleurtjes, leuke elementjes. En die kun je heel leuk bij elkaar combineren. Nou, dan hebben we een setje met al die laser elementjes. Die-cut elementjes. Daarin zit onze craft desk. Er zit een mooi gebreide deken over de... Nou, volgens mij is deze gehaakt. Over de bank. Onze naaimachine, onze penselen, de schaar, de haaknaald, bolletjes wol. Er zitten klosjes garen bij. Er zit echt van alles in. Kijk, het is toch gewoon gaaf. Knoopjes, ons vingerhoedje. En we hebben een setje met label elementjes. Ja, daarin zitten onder andere van die leuke pockets. Er zitten 27 elementen in. Er zitten tickets in. Ik zal straks bij een andere collectie even deze openmaken. Maar ik ga dat wegens enorm veel te laten zien. Niet bij elke collectie doen. Jullie kunnen het ook zo wel zien aan de hand van de grote platen. Ja, de kleurtjes zijn echt geweldig. Nou, het volgende. Ja, kerst blijft natuurlijk altijd hot. Merry and Joy in mooie rood en die mint tint. Rood, roze en mint. Deze platen zijn dus gewoon ook weer los bij te bestellen met de knipelementjes, stickertjes en de teksten. Dat zijn ook stickers. Dan hebben we in deze collectie natuurlijk ook weer ons designpapier. Achterin zitten wat knipplaatjes. We hebben mooie velletjes. Kijk, dit is toch ook prachtig. Ja, ik vind deze kleuren, ik hou daar echt van. Echt een beetje met dat roze en dat rood en dat zacht groene tintje. Ik vind hem ontzettend mooi. Dat is de Merry and Joy. En daarbij hebben we natuurlijk dat add-on paperpad. Met ook weer die mooie frisse groene kleurtjes. Knipelementjes erbij. Muziekpapier. Ons ruitje. Er zitten sterretjes bij. Kijk, en zie je, daarmee kan je dus die drukkere achtergronden weer een stuk rustiger gaan maken. Dus alles herhaalt zich weer. Het zit er meerdere keren in. Bij deze collectie hebben we dan ook weer een setje met die paper elements. Nou, daarbij ook weer leuke labeltjes. Daar zitten van die rondjes bij die je als basis voor de kaart kunt gebruiken. Er zitten pockets bij en er zitten leuke tickets bij. En uiteraard ook hierbij weer onze die-cut elementjes. Nou, jullie zien wel, er zit echt ontzettend veel in. Er zitten poinsettia's in, er zitten kerstballetjes in. Onze notenkrakers zitten erin. De candy canes. Eigenlijk van alles. Dus dat is het setje van de Merry and Joy. Er zitten 60 elementen in. Dan zijn we er al. Nee hoor. Ik heb nog 2 collecties van Minté.
En dan heb ik nog wat laatste dingen te laten zien. Dus we zijn er nog niet. We gaan lekker door. Herfst, herfst, wat heb je te koop? 1000 kilo bladeren op een hoop. Hij is prachtig. Autumn Splendor. Het grote paperpad hebben we. We hebben uiteraard de stickervelletjes. Nou, nu zie ik hier van het ene stickervelletje zo niet. Nou, misschien kom ik die zo meteen nog tegen, maar hij zou er in principe wel moeten zijn. Autumn Splendor hebben we dus ook stickertjes van. De teksten kan ik jullie nu niet laten zien. We hebben het mooie designpapier. Kijk toch eens. Oh, dit is ook wel... Oeh, kijk eens. Hé, gatsie. Ik had deze dus ook nog niet in het echt gezien. Maar ik kan daar wel ontzettend blij van worden. Ik vind deze combinatie bij elkaar zo onwijs tof. Nou, die plaatjes zitten er dus allemaal meerdere keren in. Prachtige kleuren. En daarbij hebben we dan ook weer het add-on paperpad. Ook weer leuke knipelementen. Ook dat ruitje is toch prachtig. Kijk eens. Oh. Dit ook ontzettend leuk om gewoon je eigen tafereeltjes weer op te bouwen. Ontzettend mooi. Nou, Autumn Splendor scheelt. We hebben 20 september hebben weer een Autumn Surprise Workshop dag. En meestal, tenminste de laatste keren, heb ik allemaal de workshops uitgewerkt met mintpapier. Ik denk dat ik dat deze keer dan maar met deze collectie moet gaan doen. Nou, hierbij zitten die leuke labels weer, tickets. De pockets. En uiteraard ook weer die leuke die-cut plaatjes. Een étagère met pompoenen. Er zitten pompoenen bij. Paddenstoeltjes. Een fotocamera. Er zit een typemachine zelfs bij. Appeltjes. Een theekannetje voor lekkere cozy autumn. Nou, prachtig. Herfststormthee van Pickwick erbij. En we zijn helemaal in de juiste stemming. Nou, deze collectie, die had ik jullie zaterdag ook al eventjes laten zien. Want zaterdag in de live gingen we natuurlijk bezig met die Christmas Blessings collectie. Ik heb de kaart nog niet helemaal klaar. Ik zal straks even nog erbij pakken wat ik tot nu toe klaar heb. Laat ik zo meteen even zien. Daarbij zitten stickervelletjes. Deze neem ik even mee, want die vind ik wel leuk om toch... bij de creatie nog erbij te gebruiken. Grote paperpad is natuurlijk ook weer verkrijgbaar. We hebben daarbij het prachtige designpapier. Nou, ik vond deze ook gewoon qua kleur prachtig. En ja, ook de papiertjes zelf, ik vond ze geweldig. Maar die hebben jullie dus zaterdag ook al gedeeltelijk voorbij zien komen. Daar komen ook zeker nog meerdere projecten mee. En daarbij zit ook zo'n extra paperpad. Nou, krantenknipsel voor de kerst. Daarbij zitten ook weer plaatjes. Een mooi kantje. Ook deze vind ik ontzettend mooi. En het leuke is ook dat je dit weer ontzettend goed kan gebruiken om weer dingetjes op te gaan stempelen. We hebben een mooi ruitje, breipatroontje. Gewoon te veel leuks. Dus dat is deze. Ik hoop morgenmiddag wat tijd te hebben om wat creaties af te gaan werken. Dus we gaan het zien. Ik hoop ze in de loop van de week in ieder geval af te hebben. Het is wel mijn intentie om de creaties van de lives van afgelopen week, deze week allemaal af te ronden, zodat ik alles op kan ruimen. Dus ik heb nog veel te doen. Bij deze. Ik zal van deze gewoon even de elementen laten zien. Dat heb ik nog niet gedaan bij die andere. Nou, wat zit er in die setjes onder andere in? Daarin zitten dus van die leuke dubbelzijdige pockets
Die moet je even zelf nog rillen op deze lijntjes. En daar kan je er takjes van of leuke pockets van maken. Daarin zitten dus leuke labeltjes voor de accessoires. Daarin zitten deze labels. Hé, wacht eens even. Ik ga er straks nog even wat bij pakken. Dit laat ik even apart liggen. We hebben daarbij ook allemaal leuke laserelementjes. Nou, die laserelementjes, daarin zitten ook heel veel in. Onze snowglobes, we hebben de huisjes, cadeautjes, onze poinsettia's. Er zitten ijskristallen in, er zitten sterren in. Notenkraken zitten erin. Schaatsjes, een kerstboompje. Onze Santa in het blauw. Er zitten nog van die leuke gingerbread poppetjes bij. Gewoon te veel leuks. Ijskristalletjes. Die gaan ook dicht. Nou, en dat is het laser elementen setje. Dan even kijken. Ga ik nog even snel de laatste collectie van Find It laten zien. En dan pak ik dan mijn kaart erbij. Want anders dan ga ik dingen door elkaar heen gooien. Dat is niet handig. Laatste laat ik ook nog even snel zien. Even dat zo organiseren dat het niet allemaal omvalt. Ik ga toch die laatste collectie nog even snel laten zien. Morgenochtend ben ik om 10:30 live. En dan ga ik met deze Ruby Christmas aan de slag. Dus ik laat hem nu gewoon even snel zien. En de rest kunnen jullie morgen zien. Ik wil morgen aan de slag gaan met deze mal. Dat is een folding card stencil met de tekst kerst erop. Dat is een nieuwe van Card Deco. Nou, bij deze Ruby Christmas collectie hebben wij ook het linnen cardstock in de bijpassende kleurtjes. En die hebben we dus op het formaat van vierkante kaartjes en A4. Bonus is zo'n metallic cardstock. Nou, ik ga niet met dit papier werken, omdat ik thuis mega veel papier heb. Maar als ik dat niet had gehad, dan had ik gewoon dit erbij gepakt. Want dat is gewoon ideaal voor de kleurtjes. Maar ik heb ze allemaal los thuis, dus ik ga niet zo'n setje meenemen. Maar ik kan wel die kleurnummers, daar ga ik dus wel mee werken. Ruby Christmas heeft ook twee leuke nieuwe stempeltjes. €6,99. De Ruby Christmas heeft ook weer een Hobby Dots setje. Nou, jullie weten wel, Hobby Dots. Ja, toevallig heb ik gisteren ook nog weer een pakketje daarvan klaargemaakt. Ik vind dat gewoon lekker ontspannen om te doen. Gewoon niet nadenken, lekker plakken. Er zitten ook setjes bij met stickertjes, dus dan hoef je niet na te denken. Stickertjes hebben wij ook niet los te koop, alleen zo in setjes. Mooi compleet setje bij elkaar. Ook leuk om cadeau te geven. Nou, Card Deco heeft nog een malletje uitgebracht. En dat zijn de kerstbelletjes. Nou, die zou je ook eventueel misschien nog wel hierbij op kunnen verwerken. Maar ik denk dat dat wat veel was. Ja, dit merk is inderdaad wat betaalbaarder. Dat klopt. Dus dat is ook wel leuk. En morgen gaan we daar dus een kaartje mee maken. Het hobbyjournaal is ook binnen. Die heb ik hier alleen even niet. Maar die is gewoon te bestellen. En het hobbyjournaal is altijd zo te bestellen dat je... Of het hobbyjournaal loskoopt en dan krijg je er knipvel bij. Of in combinatie met een actiemalletje. En deze keer is het actiemalletje dus deze leuke gnomes. En dan betaal je dus €7,49. Dan kan je zeggen van ik heb helemaal niks met hobbyjournaal. Ik wil alleen dat malletje hebben. Kan ook. Maar bij aanschaf koop je het actiesetje. Krijg je gewoon het hobbyjournaal er gratis bij.
Ja, er zijn mensen die dat gewoon eigenlijk niet gebruiken. En dan is het gewoon zonde om een krantje te bestellen. Dus hij is ook gewoon los te koop. Bij deze Ruby Christmas hebben we ook de knipplaatjes. Dit is een velletje met kleine plaatjes. We hebben push-out vellen. Ik heb hier even alleen de push-out om te laten zien. Maar ze zijn er dus ook in knipplaatjes. Dat zijn deze. Gewoon weer lekker traditioneel. Weet je, af en toe vind ik het ook gewoon leuk om een beetje 3D weer te doen. Dat blijft ook gewoon leuk. Hierbij zit ook het mooie papier. Nou, dat gaat ook mee, want daar gaan we dan morgen mee aan de slag. Ook hele mooie kleuren. Daar zitten labeltjes in. Formaat is 20,5 bij 20,5. En alles zit er twee keer in en het is dus dubbelzijdig geprint. Nou, dit papier ga ik dus gebruiken in combinatie met dit malletje morgen. Dan komt er het Uni cardstock bij, want dat is ideaal voor het uitstansen. Heb je alles gelijk in de goede kleur. Nou, er zit een leuk stansmalletje bij van een amaryllis die we op kunnen gaan bouwen. Er zit een setje bij met de Ruby Bells. Nou, ontzettend leuk om daar natuurlijk glitter cardstock voor te gebruiken of metallic cardstock of net wat jij zelf leuk vindt. Dan hebben we dit setje. En dat is om leuke rosettes mee te maken. Het zijn drie verschillende modelletjes. En dit zijn die basisdingen voor de rosettes. Maar je kan dit natuurlijk ook gewoon als randmalletje gaan gebruiken. In plaats van een rosette. Dus kijk even wat je daarmee zelf wil. Deze stansmal gaan we morgen ook sowieso gebruiken op de kaart. Want die vind ik ontzettend gaaf. En kijk eens. Die is gewoon heel mooi gedetailleerd. Kun je ook weer leuk gewoon een plaatje in het midden doen. Je kan er deze cirkel eventueel weer op gaan plakken. Deze cirkel zou je nog weer kunnen gebruiken. Deze kun je los doen. En er zit nog een sterretje bij. Nou, die ben ik ondertussen al kwijt. Maar goed, nee, het sterretje zit er niet bij. Dat losse elementje wat daar weer in past, die heb ik nu niet. Maar ja, dat komt dan morgen wel. Die rosettes. Die zijn ontzettend leuk om daarvoor dat metallic cardstock van Studio Light onder andere te gebruiken. Ik moet ze nog in elkaar gaan vouwen. Wacht even. We hebben daar natuurlijk die basisvormen voor. Ik moet ze nog daarop plakken. En dan kan je bijvoorbeeld deze daarop plakken. Of zo'n ander modelletje. Deze kan je ook aan de onderkant plakken, zodat hij daarop komt te liggen. Dan is het makkelijker om het vast te plakken. Oh. Ja, ik heb dat nu allemaal even een beetje snel, maar jullie weten wel hoe je die rosettes kunt maken. Die moet daar dus in ieder geval aan elkaar komen. We kunnen er ook een kleiner rondje op doen. En kijk eens wat voor ontzettend gave decoraties je dan hebt. Nou, er zijn verschillende modelletjes van, dus daar gaan we nog een keer wat mee doen. En ik heb ook dat takje nog even uitgestanst. Die komt dus ook uit een van die stansmalle setjes. Ook uit het metallic cardstock van Studio Light. Dus morgenochtend gaan we daar een beetje mee stoeien. En als je die losse elementjes allemaal bewaart, wat dus uit deze dingen vallen, heb je je eigen leuke decoratie of je schutmateriaal. Dus nou, hoe leuk is dat? Ik ging als allerlaatste dan nog even mijn creatie van zaterdag erbij pakken. Om jullie dan te laten zien van het papier van Lindsay. Nou,
zaterdag was ik dus met die leuke foldcard van Studio Light van Dutch Doobadoo bezig gegaan. Om daar een pocketkaart van te maken. Hij is dus nog niet verder dan afgelopen zaterdag in de live. Ik heb hier natuurlijk zelf labels achter gedaan. Maar je kan natuurlijk ook die leuke labels van Minté hier achter stoppen. Dus dat is ook nog een leuk idee. En je kan die tickets, die kunnen we er ook achter steken. Of zo'n leuke ticket bijvoorbeeld daar weer achter plakken. Ja, dan zou ik hem aan deze kant gaan doen. Kijk, dat is ook wel leuk. Of die ticket zou daar nog weer achter kunnen. Ik heb die tickets van Studio Light ook uitgestanst. Dat was het stansmalletje. En ik had hierop ook die lantaarn gebruikt. En in het begin van de live liet ik jullie al dat setje zien van de wouwembossing poeder van de Million Dollar. En die Million Dollar heb ik dus gebruikt op deze lantaarn. En ik heb beide kleurtjes gebruikt. De lantaarn heb ik met Versamark voorzien. Heb ik deze erop gedaan. Heb ik laten versmelten. En als ze nog warm is, gooi je die zilverglas er doorheen. En dan ja, ga je dat erop doen. Nee, ik had deze nog niet klaar, Gonnie. Ik ga daar, ik hoop dat ik daar morgen of woensdag tijd voor heb. En dan komt het nog. Morgenochtend ga ik nog eerst even een andere live doen. En dan hoop ik daarna alles af te gaan maken. Ik heb nu denk ik wel weer meer dan genoeg laten zien. Ik hoop dat ik jullie weer kon inspireren. Dat jullie een keuze kunnen maken. Morgenochtend gaan we dus in ieder geval weer even knutselen. En voor de rest zien we wel weer. Doe in ieder geval niet te gek met dit warme weer. En vanavond is Suzanne nog weer live. Dus kijk ook gezellig met haar mee. Voor nu allemaal heel hartelijk bedankt weer. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!